mevrouw Oostdam. Ja, kom Hallo. Binnen. Nou. Even kijken, ik kom even naast u zitten. U heeft de stoelen klaargezet. Nee. Zo, krachtpatser. Ik heb overal scheid om. En waarom dan? Omdat je Rotterdammer bent. Nou, ik Rotterdammer ben. Ja. Ze noemen me oude Dibbes, maar dat mag wel op die leeftijd. Mevrouw Oostdam. Ja, kom Hallo. Binnen. Hallo. Ik ben Jet. Dag Trace. Dag. Hoe is het met u? Redelijk. Redelijk. Ik heb begrepen dat u nog niet zo heel lang hier bent. Nee, 14 dagen. Ah, en waar komt u vandaan? Uit het hospice. Uit het hospice? Ja. Dat is bijzonder. Ja, want ik was terminaal verklaard tot 2 keer toe. Ja. Iedere 3 maanden word je dan nu op bekeken. Ja, en die zei, ja, ik vind het triest voor jou, maar je bent in als je slechtheid qua hart en lever, hart en nieren, is het toch stabiel. En voor de verzekering, want dan moet je, dat pikken ze dus niet langer. Ja. En dan moet ik weer een terminaal verklaring geven. Hij zei, ja, dat kan ik op dit moment echt niet doen. Dus dan moet je weg. Dat is heel ongewoon. Van, ja, het gebeurt niet zo vaak hoor. In een hospice, nee. Dat is natuurlijk, maar dat is mentaal denk ik. Nou, dat is ook zo. Ik was helemaal ingesteld op het feit dat ik niet meer zou leven. Ja. En daar had ik vrede mee. Want ik kan niet veel meer. Ik kan met mijn armen bijna niks. Ik kan slecht lopen. Ik heb overal last van. Ik heb behoorlijk wat kwaaltjes. Dus ik ben echt somatisch, laat ik het zo zeggen. Qua geest mankeer ik niks. Nee, merk het. Ja. Ja. Heeft u dan heel veel nagedacht ook over de dood? Ja, wel, daar ben ik altijd mee bezig geweest. Ja? Mijn hele leven lang. Ik geloof dat er veel meer is tussen hemel en aarde namelijk. Ja? Ja. Dat er een mooi plekje voor u is? Ja, sowieso. Maar ik bedoel, er is meer tussen hemel en aarde. De dood eindigt niet bij het lichamelijke dood. Je gaat verder. En vindt u dat een prettige gedachte? Ja. Ik lees er ook heel veel boeken over. Oh ja? Ja. Van mensen die dat niet hebben meegemaakt en daarover schrijven. Bijna doodervaringen. Pim van Lommel, heb je daar wat van gehoord? Nee. Oneindig bewustzijn. En wat denkt u dan dat er gaat gebeuren? Nou, dan ben ik daar ter plekke waar ik vroeger ook al was. Want het is 1 grote cirkel in het leven. Hmm. Je komt en je gaat en je komt en je gaat. En dan komt u misschien ook weer oude geliefden tegen? Nou, je komt je ouders alweer tegen. Ik kan alleen maar hopen dat als uw einde komt, dat het zo mooi is als dat u hoopt dat het is. Ja, dat hoop ik. Nou, ik weet het zeker. En dat het zonder al te veel pijn en gedoe is. Gedoe is, want dat is voldoende geweest, denk ik. Ik ben het zat. En het is heel raar, maar ik hoop dat het komt als het voor u de goede tijd is. Ja, dat hoop ik ook. Mag ik u een kus geven? Ja, dat mag. Doe je dat bij iedereen? Ja, bijna bij iedereen. Alleen als ik ze lief vind hoor. Oh, nou ja, goed. Een heleboel mensen zijn lief hoor. Gelukkig maar. Ja.